Goedemorgen allemaal. Welkom Bunschoten bij de opening van onze eerste vestiging in deze mooie plaats. En dat is de Jumbo van Jan van Winkoop. En dat is onze ondernemer en die ga ik nu met veel plezier het woord geven. Goedemorgen mensen. Het is een poosje geleden. We zijn blij dat jullie met z'n allen hier op tijd hier aanwezig zijn voor de opening. Het is alweer 2 weken geweest, 2,5 weken geweest. Dat we de zoek de boer hebben gesloten. In die 2,5 week is er absoluut ontzettend veel gedaan door iedereen. Je zal zo meteen een hele andere winkel zien. Het zal weer even zoeken zijn naar de producten. Ja, het is even niet anders. Maar we zijn toch vanavond achter je open. Dus wat dat betreft, voor mij heb je de hele dag de tijd. We gaan met heel wat nieuw personeel gaan lopen. Het is ongeveer bestaand 50% en die andere 50% zijn allemaal nieuwe gezichten. Dus we zullen heel veel nieuwe gezichten zien in de winkel. Daarnaast hebben we ook heel veel ondersteuning op dit moment vanuit Jumbo. Die absoluut al onze klanten die vandaag in de aankomende dagen binnenkomen kunnen helpen en ondersteunen. We gaan vandaag om 9 uur beleven, open als Jumbo. En ik moet zeggen, ja, het is nu de tweede verbouwing in 2 jaar tijd. Ik vind het voorlopig wel eventjes genoeg. Dus ik hoop dat we in ieder geval hier mee door kunnen gaan. En dat we de aankomende jaren hier gewoon trots mogen wezen op 1 winkel hier in ons dorp. Het is een winkel waar we alles kunnen vinden. Groot assortiment, waar Jumbo bekend voor staat. Tegen lage prijzen. Nou ja, wat wil je tegenwoordig nog meer? Het kan niet beter. Ik wil zeggen, ik zie al dat we over tijd zijn, over 9. Dus we willen bij deze, wil ik het in ieder geval gaan aftellen. En dan dat het personeel hier symbolisch om die knop komt te staan. Zodat we met elkaar, want het personeel moet het toch gaan doen, zodat we met elkaar de winkel gaan openen. Oké, wie geeft er een... Ja, nog een beetje erbij. Ja, nog een beetje ernaast. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Meneer Van Eert, dit is de 167ste Jumbo-winkel die geopend is, heb ik zojuist gehoord. Klopt. Wat is uw mening daarover? Nou ja, het is de winkel vanmorgen om 9 uur open gegaan hier in Bunschoten, Spakenburg. Daar ben ik wel ontzettend blij mee zijn. Een gebied waar we nog helemaal niet zaten. En het openen van vestigingen is niet zo eenvoudig. Hè. We hebben Super de Boer gelukkig kunnen overnemen. En samen met... Jan van Winkoop hebben we dit kunnen bereiken. Daar zijn we ontzettend blij mee. En het kan niet anders zijn dan dat het een geweldig succes wordt. Want als ik even achter me kijk, dan zie je heel veel mensen hier vandaag al aanwezig zijn. Dus we zijn er heel erg blij mee. Oké, meneer Van Eert, hoe groot is deze operatie geweest om deze winkel klaar te krijgen voor de opening vandaag? Nou, winkel ombouwen is een behoorlijke operatie. Hè. Die winkel is ongeveer 2 weken dicht geweest. En dat betekent dat eigenlijk alles wat in die winkel stond er ongeveer uit is gegaan. En een hele nieuwe inrichting. De winkel is helemaal anders ingedeeld. Maar ook met de mensen van Super de Boer hebben we natuurlijk een heel traject af te leggen. Want ja, die mensen hebben altijd gewerkt met een bepaalde formule. En Jumbo-formule is echt anders. Hè. We hebben de 7 dagelijkse zekerheden. Die moeten bij alle mensen die bij Jumbo werken natuurlijk ook goed tussen de oren zitten. Nou, daar hebben we gelukkig ook tijd voor kunnen nemen. En op die manier, in die 2 weken, is de winkel omgebouwd. En ook de mensen zodanig opgeleid dat we vandaag succesvol kunnen openen. Jan, jij hebt de afgelopen jaren nogal wat meegemaakt op supermarktgebied. Ja, nou, we zijn in december 2000 gestart aan de Broers Wetering. Hè, precies naast jullie gebouw. We zijn toen in 2007 in januari hebben de EDA overgenomen. Daar een Super de Boer van gemaakt. Daarnaast hebben we de beide winkels gesloten. Zijn we in deze september 2008 hier op dit punt opengegaan, de Super de Boer. Ja, en daarna kregen we de overname van Jumbo, die Super de Boer overnam. En vandaar dat we dus nu onder de vlag van Jumbo open zijn gegaan.
Dus wat dat betreft hebben we al wat openingen in de korte tijd in één dorp mee hebben gemaakt. Ja. En ik denk dat je nu wel naar een beetje rust snakt, Jan. Ik moet zeggen, elke opening geeft je ontzettend veel energie. Geeft je zoveel uitdaging. Dat je leeft op een gegeven moment op een wolk en dat gaat gewoon door. En dat geeft gewoon een heel goed gevoel. Dus nee, op dit moment heb ik nog niet het gevoel dat ik zoiets heb van nou, laat ik morgen maar een dagje vrij nemen. Okay. Jij stond net zelf ook bloemen uit te delen. Het contact met de klant. Is het allerbelangrijkst. In principe zijn de klanten, contact met je klant, contact met je personeel, is het allerbelangrijkste van een supermarkt. In principe is het zo dat een supermarkt moet gevuld wezen, maar het verschil kan je als ondernemer eventueel maken, maar voornamelijk het personeel. Want die moet het uiteindelijk doen. Nee. Ja. Zeg Jan, wat verwacht je verder van de formule nu? Nou ja, ik hoop gewoon dat de formule gewoon doorgaat waar ze nu mee bezig zijn. Op dit moment zijn er gewoon hele goede index worden gemaakt. Dus de boerenwinkels die om worden gebouwd naar Jumbo draaien op dit moment heel positief. En we hopen gewoon op hetzelfde verhaal mee verder kunnen gaan. Dus ja, ik hoop gewoon dat we daarmee door kunnen liften. En gewoon een goede winkel hier neer kunnen zetten. Waar de mensen zoiets van hebben van oké, we kunnen daadwerkelijk ons hele boodschappenlijstje in één winkel krijgen voor de goedkoopste prijs. Wat kun je nog over de inrichting van de winkel zeggen? Het is toch weer wat anders dan de vorige inrichting. Ja, ik vind dat deze winkel overzichtelijk is. Het heeft veel ruimere paden. Het heeft veel meer assortiment. We hadden bij Super de Boer al 23.000 items. Hier bij de Jumbo hebben we 32.000. Als je gaat vergelijken met de Con-collega C1000, die ongeveer op een 14.000, 15.000 items zit, wil wel zien het verschil tussen de ene winkel en de andere winkel. Daarnaast hebben we gewoon een overzichtelijke verse verdeling, waar we gewoon weer alles in bediening hebben. Alles wordt vers gesneden. Alles wat de klant graag wil hebben. Een onsje biefstuk of een onsje achterham. Alles kan vers gesneden worden. En daar staat personeel klaar voor. En nu maar feest vieren, hè, zou ik zeggen. Ja, we gaan nu absoluut een feestje vieren. We hopen nu het verschil te laten zien aan de consument. We hopen dat de consument blij is met deze winkel. En dat we daadwerkelijk een goede Jumbo kunnen tonen. Succes ermee, bedankt.